Wij zorgen er inderdaad voor dat het systeem op orde blijft. Want anders dan als we een schakeltje missen in het systeem, dan kan er inderdaad niet geregistreerd worden, niet gefactureerd worden. Dus die juistheid is heel erg belangrijk. Nou, sinds de transitie in gang is gezet, is er inderdaad heel veel veranderd. Van de AWBZ over naar alle gemeentes en alle andere financieringsvormen. We weten hoe we het systeem moeten vullen, maar voor dienstverlening is dat soms helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dus daar gaan we dan naartoe en dan kunnen we uitleg geven. Of nou, waar lopen jullie tegenaan dat wij juist input kunnen geven. Ja, dat maakt het ook wel wat veelzijdiger, zeg maar. Dat je niet alleen maar achter je computer zit, maar dat je er ook af en toe op uitgaat. En de verbinding gaat zoeken met de rest van Plurijn. Ja, die afwisseling, dat maakt het leuk, dat maakt het uitdagend, dat maakt het dynamisch.